Bert Huisjes, de omroepbaas van WNL, staat in het middelpunt van massale kritiek vanwege zijn verwerpelijke leiderschapstijl, zoals onthuld in een artikel van het AD. Opvallend is dat twee prominente mannelijke sterren van WNL, Rick Nieman en Sven Kokkelman, de beschuldigingen van zich afwimpelen, terwijl bekende vrouwelijke presentatrices zoals Roos Mogre, Eva Jinek, Niki Herr, Leonie Terbraak, Margreet Spijker en Merel Westrik het verhaal ondersteunen. De vraag reist waarom Rick en Sven zich niet herkennen in de klachten. Humberto Tan werpt de vraag op of het toeval is dat de vrouwelijke presentatrices met concrete ervaringen naar buiten komen, terwijl de mannelijke presentatoren stellen dat er niets aan de hand is. Kijkcijferautoriteit Tina Nijkaamp suggereert dat Rick en Sven wellicht een bevoorrechte positie innemen, gezien hun lange staat van dienst en mogelijk hogere status binnen de omroep. Oltje Gulsen benadrukt dat Rick en Sven zich bewust mogen zijn van hun bevoorrechte positie als ervaren journalisten, terwijl Jurgen Rijman opmerkt dat de rangorde binnen de omroep wellicht een rol speelt. Hij stelt dat eindredacteuren mogelijk terughoudender zijn tegenover personen met de status van Sven Kokkelman en Rick Nieman. Sophie Hilbrand merkt op dat het opvallend is dat de vrouwen die aan het woord komen problemen benoemen, terwijl de mannen zeggen dat er niets aan de hand is. William Rutte benadrukt de bevoorrechte positie van Rick en Sven en wijst op het feit dat Bert Huisjes vrouwen aanspoorden om af te vallen, terwijl Sven Kokkelman zelf ook niet superslank is. René van der Gijp maakt in Zes een opmerking over het gewicht van Sven Kokkelman, waarmee hij aangeeft dat het scheef is dat ook Sven aangesproken wordt op zijn gewicht. Deze discussie benadrukt de ongelijkheid en mogelijke machtsdynamiek binnen WNL.